Ja, ik ben er zelf even stil van. En ik had er nog meer van je verwacht, omdat je wel drie had in de video, is heel kort. Zoek hem even nog terug op ons Facebookpagina. Wie kent deze meneer niet? Mooi, dan hoef ik hem niet te introduceren. Jammer. Ik moet van die spreker, en Corine doet het ook, moet verhaaltjes maken. Stel ik, dus ik ging Jan opzoeken en ik zag op Wikipedia staan dat hij 16 liedjes had uitgebracht. Toen had ik er niks bij gezet. 16 platen, in ieder geval die kende ik. Busje vol met Polen, wat is dat dus? Busje vol met Polen, dat is een beet voor jou. Krijg ik een berichtje op Facebook van hem. Hey, ik heb geen 16 singles uitgebracht, maar 150. Waarvan het dus 149 top zijn eigenlijk een beetje. En dat vind ik eigenlijk zo graag, en daar is hij nog trots op ook. Dus ja, graag een warm applaus voor Johan. Goedenavond allemaal. Ja, ik ga eerst even een fotootje voor jullie maken. Even voor de social media. Even die kant. Zo. Ja, ik zou je zeggen, het is eigenlijk allemaal begonnen met die 150 mislukte cd's met een hele rare muziekcarrière. En ik wilde vroeger als kind zijn, dan wilde ik priester worden. Ja, dat verwacht eigenlijk niemand van mij. Ik ben van mijn 6 tot mijn 18 jaar ben ik een misdienaar geweest. En ik was overtuigend. Ik dacht, ik wil pater worden. Dat leek me helemaal geweldig. Die pater altijd mooi op het podium voor de mensen. Je wil een hele mooie boodschap brengen aan de mensen. En op een gegeven moment, op zondagochtend, ik was iets te vroeg in de kerk. En ik hoor iets allemaal achter het altaar. Ik ging kijken en ik zag daar in één keer een hele stevige dame met de benen open. En daar lag iemand op de knieën, lag daarachter. En die was, als een soort bouvier, was die met die mevrouw bezig. Ik dacht, en er was iemand uit het kerkbestuur. Ik dacht, is dit nu waar ik al die jaren voor gestaan heb? Ik was eigenlijk best wel geschokt. Ik dacht, het geloof moet iets brengen aan de mensen. Ik dacht, dit ga ik anders doen. Dit gaat het niet worden. Dus ik ben eigenlijk van mijn geloof gevallen. Dus ik dacht, ik ga een project doen voor de mensen een nieuw geloof te gaan brengen. Ik wilde dus toen een kerk kopen, een moderne kerk, dat de mensen gewoon eigenlijk feest konden vieren in die kerk. Maar ik dacht, ik begin eigenlijk om het maken van een soort bijbel in een tas, dat je dan je eigen gevoel in een tas kon gooien. Dus ik heb 100.000 bijbeltassen laten maken toen de tijd. Ik heb ook meteen bijbel t-shirts laten maken. Ik ben toen ook bij zo'n hele grote, zo'n soort open dag, was een EO jongerdag. Ik dacht, die ga ik verkopen. En ja, het liep. Ja, het liep uit de hemel, de regen. Ik heb zeker de schrijvers die dag geen enkele tas verkocht. Dus ik dacht, daar moet ik iets aan gaan doen. Als het niet mijn tassen en mijn producten gaat lukken, dan ga ik een liedje maken. Maar dit is al jaren en jaren terug, want volgens mij is dit geweest in 1983. Er was nog nooit iemand het Onze Vader op een andere versie gebracht. Toen had je ook nog geen Enigma en die groep die bestond eigenlijk nog niet. Dus ik dacht, ik ga het Onze Vader in een houseversie uitbrengen. Dus we gaan even een klein stukje laten horen. De housemuziek bestond trouwens in Nederland ook eigenlijk nog niet. Die was alleen in Amerika. Even een klein stukje luisteren. Als je doet. En maak van elke poster succes. Laat jezelf op je allerbeste met onze Photoshop service. Laat je naar de zodat je kan ontdekken dat je echt het geweest hebt. Nog iets anders. Nou, het maakt het niet uit. We laten hem straks nog eventjes horen. Het ging erom in ieder geval. Het Onze Vader in een houseversie. We hebben. Dit is weer iets anders. Het liep in Nederland eigenlijk niet. Toen hebben we gevraagd of we in. Het was in 1983. Dat is erg genoeg om te lang naar te luisteren. Het grappige van alles was, we hebben toen ook aan de paus gevraagd of we in Rome een videoclip mochten opnemen. En uiteindelijk hebben we ook de muziek toegestuurd. We hebben toen een antwoord gekregen: nee, dat kan niet. Nou, ik dacht, dat vond ik wel een beetje flauw. Ik dacht, nou, dan laten we maar zitten. Enkele jaren later komt de paus helemaal met een gekopieerde
versie van onze, het Abba Pater. Ik weet niet of jullie er ooit van gehoord hebben. Paus heeft het later uitgebracht. Er zijn 24 miljoen cd's van hem verkocht. 24 miljoen van de paus. Maar het grappige van alles is dat hij onze cd, als je langs elkaar legt, als je ooit de tijd hebt om naar te luisteren, is één op één gekopieerd. Dus de paus heb ik later aangeklaagd voor plagiaat. Ja. Dat was de eerste fuck-up die we al kregen. Dus de paus die verkocht wel heel veel platen. Alleen toen kreeg ik wat berichtjes uit Italië dat we dat beter konden laten. Dus toen dacht ik, begin ik maar aan een eigen muziekcarrière. Vandaar die 150 cd's. We hebben natuurlijk allerlei liedjes gedaan. En wat het probleem natuurlijk voor mij wel een beetje was. Kijk, als je muziek maakt, moet je eigenlijk wel kunnen zingen. Dat was een klein puntje wat ik niet kon. Ja, zingen. En ik wil ook je tekst onthouden. Dus dat was natuurlijk wel een beetje een klein probleempje. Maar na verschillende liedjes is het uiteindelijk toch gelukt, na die 150, om één keer een hitje te krijgen. En dat was dan een busje van mijn Polen. En dan kwam op het idee, omdat er stad Polen gestrand waren op de A2. En kwam ik langs en meestal maken we altijd liedjes over zaken die in de maatschappij gebeuren. En ik probeerde dat op een beetje andere manier te gaan belichten. Maar het grappige, wat ik er wel van geleerd heb, dat je eigenlijk niet hoeft te kunnen zingen, maar als je maar heel veel maakt, en als je maar bekend wordt, krijg je uiteindelijk toch nog betaald voor je zaken die je doet. Dus in het weekend sta ik toch nog op het podium en zing ik lekker met een bandje mee en krijg ik dus dik voor betaald ook. Dus je kunt wel van je fok op, kan je toch nog wat leren. Ik ben het lang niet al, want hier komt het tasje eraan. We hebben nog wat dingetjes opgeschreven. Ja. Want van. Deze muzikale mislukking, of hoe je mag wil zeggen, het maakt er eigenlijk niet uit. Ik sta altijd wel op het podium. Dat ik denk van, wat doe ik eigenlijk hier? Die mensen meestal in de zaal ook. Dat ik denk van, wat staat hij daar eigenlijk te doen? Ik word altijd wel een beetje uitgelachen. Zit ook wel in. Maar ja, dan denk ik uiteindelijk, na een kwartiertje, als je dan 995 euro in je zak hebt, ja, die lacht dan het hardste. Dus dat maakt het ook niet zo uit. De volgende zaak die ik had begonnen, wat ook wel in het begin met veel enthousiasme heb gedaan, is atoombunkers. Ik vond het wel heel leuk. Ik dacht, ik moet iets anders gaan doen. Ik ben in de nucleaire beveiliging gegaan. En oftewel atoombunkers ontwikkelen en maken. Dus we begonnen in de begin jaren 80. Ik had flink wat gespaard in mijn jeugd, dus ik dacht, ga die dingen mooi ontwikkelen. Ik heb de eerste atoombunkers, dat waren prefabbunkers. Dan kon je onder de grond in een soort caravan logeren. De media die sloeg wel heel erg aan. In Duitsland, in België. Ik was zelfs in Amerika op tv te zien met een soort caravan onder de grond. Alleen waar ik niet aan had gedacht, is dat je altijd even moet zorgen dat je het rond hebt. Ik kreeg wel heel veel bestellingen van die atoombunkers. Er was zelfs een jaar waar ik bijna 600 aanvragen had om die dingen te leveren. Alleen je moet ze natuurlijk ook, er moet wel een fabriek opgezet worden. En er komt iets meer bij kijken als alleen die dingen maken. Dus het was een klein foutje, uiteindelijk toch nog mee gestopt. Dus dan ga je onder uiteindelijk aan je succes, was ook een beetje fucked up. Dat ik denk van, dan kan ik ze verkopen, en dan heb ik ze niet. Maar een kleinigheidje blijft je toch al. Toen zijn we dan maar met het koningshuis begonnen. Ik dacht ja, dat niks kan, dan kan ik altijd nog achter de koningin aan gaan lopen. En daar hebben we allerlei dingen doen. We hebben voor allerlei liedjes over de koningin gemaakt. Maar ik dacht, we gaan ook eens keer wat leuke producten maken. Ik dacht van, er waren al maximaal gewone poppen. Er waren al maximaal bruidspoppen. Ik dacht, waarom maken we niet een zwangere maximaal pop? Dus ik dacht, dat is toch helemaal mooi. Een maximaal pop die automatisch kan bevallen. Dus ik heb gewoon een pop gemaakt. Dan kon je op je buik drukken. En de baby vloept er zo, vloept er onderuit. Ja, ik dacht, dat is echt een geweldig idee. Duizenden laten maken, de vrachtwagen kwam aan. Ik kreeg een telefoontje van de RVD. Die zijn er even niet blij mee. Die dingen gaan niet verkocht worden. Dus, ja, weer fucked up. Even om in de opslag, bij de t-shirts en bij de jasjes. Dus, kleinigheid hou je altijd. Oké, voor de ronde. Ja, ik dacht, heb ook alweer gehad, ik ga maar in een tv-studio beginnen. In 2008
begonnen we de eerste grote internet-tv-studio. We hadden best wel veel kijkers. De eerste maand zaten we al op 63.000 gigabyte aan dataverkeer. Dat was in die tijd best wel veel. Veel kijkers. Zelfs Jo Franka, hier staat ze, was haar eerste debuut in de studio Flemmix. Zij is zelfs gecast voor het Songfestival bij het optreden. Ze was nog nooit op tv geweest, ons voor de eerste keer. Dus we hebben zelfs wel sterren, tussen aanhalingstekens, voortgebracht. Klein foutje, je moet soms ook niet te vlug zijn met dingen. We waren gewoon iets te vroeg. Ja, je kon nog niet op je mobiel, kon je nog niet kijken. Internet was op dat moment even al nog een beetje te traag om alles live mee te kijken. Dus ja, toch weer gestopt. Maar we hebben er wel heel veel van geleerd. En we hebben ook mensen naar voren kunnen brengen. Kijk, waar hebben we dan weer van? Oh ja, de politiek. En, oh nee, eerst de gulden. Ik dacht, ja, we hebben natuurlijk we misten allemaal de gulden. En ja, de gulden is natuurlijk toch een symbool eigenlijk van Nederland. Ik dacht, die moeten we weer terug gaan brengen. In 2005 heb ik er maar even een miljoen laten maken. Ik dacht, die brengen we. Maar even terug op de markt. Ik dacht, ja, de koningin is van de gulden af. Dan laat ik mezelf erop zetten. En, nou, ik zou je zeggen, gigantisch succes met sjouwen. Ik heb wel 3 keer versjouwd. En, dat is veel werk, 7000 kilo van je munt versjouwen. Dus mocht je natuurlijk interesse hebben in gulden, we hebben er een gulden. Ik heb alles in mijn leven al geprobeerd te doen. Om weet je wat het is? Elk nadeel heeft zijn voordeel, zei Johan Cruijff altijd. Maar je kunt ook van zaken, kun je ook altijd heel veel leren. Ook van de dingen die je niet goed hebt gedaan. Kijk, soms moet je ook een beetje nadenken. Kijk, dit heb ik ook. Ik zal even nog wat producten die ik ooit op de markt heb gebracht. Ik dacht, wat is het nou leuk om in de nacht te gaan badmintonnen? Is toch wel helemaal geweldig? Dus dacht ik van, de Night Shuttle. Die gaan we maken, gewoon een badminton shuttle. Je slaat er tegenaan, lichtje opbranden, lekker op en neer. Is toch gewoon geweldig? Ik dacht, die laten we in China maken. Echt supergoed. Ja, eerste model ontwikkeld. Ik zei, nou, doet het maar 20.000. Dus duurde een tijdje voor die dingen klaar waren. Uiteindelijk kwam het schip aan, na een jaar lagen ze overal in de winkel. Dus fuck dat, doe de Chinees. Ik dacht, daar gaan we maar een boek schrijven. Ik dacht, ja, wat kun je dan beter een boek schrijven over Maxima? Wil toch iedereen zo'n boekje over Maxima? Ik had een striptekenaar. Ik zei, kan jij wat hele mooie foto's tekenen allemaal? Dan ga ik er een verhaaltje bij schrijven. Maken we een mooi boek, een soort modern sprookje. Maxima, de dreiging van Maestra. Fantastisch boek, ik dacht, nou, deze wel. Dus ik had een verhaal geschreven. Wat je wel moet doen, is de plaatjes controleren. Als je iets gaat maken. Dus de schrijver had er wat plaatjes tussen gezet. Ik had niet alles gecontroleerd van een dronken Willem-Alexander en een vechtende Maxima. Dat werd niet geaccepteerd. Dus als je nog ooit wat boeken zoekt, ze zijn er allemaal nog. Les? Jij die daar veel maar mee. Die heb ik maar 5.000 laten maken. We hebben er nog meer. Nee, zo hebben we best wel veel zaken op de markt gebracht. Mijn laatste grote aanwinst is de Sunblade. Ja, de Sunblade. Het is een bril. Ik ga trouwens ook binnenkort met de verkiezingen meedoen. We hebben nu een hele mooie campagne met de verkiezingen. Maar we hebben natuurlijk ook nog wel over te vertellen. Over verkiezingen gesproken. Je kunt, kijk, de Partij van de Toekomst is een partij die voor iedereen moet zijn, maar juist een beetje met een knipoog. En veel mensen dachten van, ja, zo'n partij kan nooit serieus zijn. Nou, de lijsttrekker is misschien wel minder serieus, maar dit is de kandidatenlijst van... We hebben verschillende keren op één gedaan met de verkiezingen. Ja, Castellen desnoods op ons, dat was onze leuze. Maar het leuke van onze partij is, we hebben toch nog wel wat Kamerleden zelfs voorgebracht, want als je onze kandidatenlijst zag in 2002, zitten er nu nog zelfs mensen in de Kamer. Dus uiteindelijk, ik heb het niet veel lang gehad, ik ga trouwens wel wat meedoen, ik ga het nooit halen, maar blijf proberen, zou ik zeggen.
En wat er nu wel gelukt is, dat je denkt van, goh, als je alles al hebt geprobeerd in je leven, word dan kunstenaar. Want als je kunstenaar wordt, dan moet het altijd gelukken. Ik heb al een film gemaakt met Jumanda. Ja, zat ook iedereen op te wachten. Ja, ik dacht, dan ga je gewoon in de kunstwereld. Maar ik had vroeger altijd zo'n hekel aan een museum. Ik dacht, als je kunstenaar bent, dan moet je ook in een museum. Ik heb helemaal geen zin in zo'n kunstmuseum. Maar moet je nou in zo'n museum? Daar word je dan helemaal saai van. En mijn ouders die wilden zeggen, je gaat mee naar een museum. Ik wil niet naar zo'n kunstmuseum. Dus dacht ik van, als je dan toch iets wil gaan doen, maak dan kutkunst. Dus dacht ik de naam, Vulvarius. Kijk. Ja, nou, ik zal je zeggen, nou, dit is wel ook nog een heel serieus project. Ja, je zult dan denken van, ja, hoe kan dat nu? Ik heb wel een vrouwelijke fotograaf gevraagd om de kunst te gaan fotograferen. Want ik vond het toch een beetje gênant om dan met zo'n camera voor zo'n doos te gaan liggen. Dat ik denk van, nou, dat moet je alleen maar aan een vrouw overlaten. Dus Petra Bena, een fotograaf, die heeft de werken gemaakt. En uiteindelijk, met een goede campagne, we gaan nu binnenkort trouwens ook exposeren in Barcelona en Miami. En zelfs twee werken verkocht. Als je maar goed verhaal hebt, zelfs één voor 5900 en voor 6900. Hoe is het mogelijk voor zo'n kutwerk? Dankjewel. En dan zit je vragen. Je maakt alles.